Het monument is een initiatief van Piet van Dijk, Lambert van Kessel en Jan Smolenaars uit Vorstenbos. Zij zijn al langer bezig met het in ere houden van de nagedachtenis van Maurice McHugh en zijn bemanningsleden. 19 september vorig jaar die kwam er een zekere Peter uit Australië, die kwam over en die moest oom zeggen tegen de piloot van het vliegtuig. En die had dus na 70 jaar ontdekt waar dat vliegtuig gevallen was. Nou, en zodoende kwam hij dus naar Vorstenbos. Zijn bezoek werd gefilmd door een Australische televisieploeg van Channel 7, die er een item voor het journaal van maakte. Vanaf dat moment ging het balletje pas echt rollen. Al moeten de financiën nog geregeld worden, het idee om een monument van staal te maken, was snel geboren. Het wordt een constructie van staal inderdaad, in V-vorm. We willen het ook de kleur geven zoals het vliegtuig destijds had. En in het midden komt een behuizing. Uh, waar de plakketten in kwam. Want dat was een punt van zorg ook voor de dorpsraad. Kijk, we kunnen wel ergens een uh, monument neerzetten waar ook die plakketten in Maar het moet wel uh, een veilige plek zijn. Dus dat het niet beschadigd wordt. En dat het, uh, om het zomaar eens uh, ordinair uit te drukken, ook, ook hufterproef is. Maurice McHugh was 21 jaar toen hij om het leven kwam. Hij ligt samen met zijn bemanningsleden begraven op een oorlogskerkhof in Groesbeek. Piet van Dijk en Jan Smolenaars hebben het vliegtuig met eigen ogen zien neerstorten. Mijn broer en ik waren dus bij u aan het aardappelzapen. op 200 meter afstand. En toen zagen we dus dat brandend vliegtuig hier over. er stond toen nog een boerderij hier. En dat trok je nog net iets omhoog dat je over die boerderij ging. En toen hebben we hem daar zien vallen. Dus dat was wel heel heftig. Ik heb het vliegtuig zien vallen, maar op een afstand. Dus wij woonden toen in Vorstenbos, dus gauw 2,5 kilometer naar hier toe. En toen mochten we van onze ouders natuurlijk niet naartoe. Thuis blijven, Maar hetzelfde zijn we er hier wel naartoe gegaan. Toen hoorden we vertellen dat er lijken in het, in het veld lagen en die gingen wij opzoeken. En toen kwamen we een beetje te kort in de buurt denk ik. En toen had er al een grote een dikke Duitser een keer geroepen dat we moesten vertrekken. Maar ja, dat heel hardlopen dat ging toen nog niet voor ons, want we hadden al zoveel Duitsers gezien. Maar toen schoot je een keer in de lucht en toen hielp het goed, toen kwamen we naar Vorstemost met ons clubje. Doel is het monument te onthullen op 20 september. Op die datum is het precies 71 jaar geleden dat het vliegtuig neerstortte. Ook krijgt McHugh dan in Australië postuum een onderscheiding.